Hey mensen, Mark hier en welkom bij weer een nieuwe video. Voor het eerst in tijden moet ik weer rekening houden dat ik ook naar jullie moet kijken, want you know, ik ben een man van mijn woord. Ik zei bij vorige video, bij 1000 likes doen we bij de volgende video weer facecam. Dat geldt ook nu. Als deze video de 1000 likes haalt, dan zodra die de 1000 likes haalt, heeft de video daarna facecam. Dat is hoe simpel dat gaat zijn. Ik ben sowieso een man van woord, dus ik doe dat. Er is een comment echter, ik hou altijd die comments bij, die stelt... ik vind geen facecam wel fijn, anders moet ik de hele tijd aan behaarde eieren denken. Dus nu ben ik een behaard ei. Dat is de situatie kennelijk. Maar goed, een paar dagen niet geüpload. Ik wilde gisteren uploaden, obviously voor mij vandaag, dinsdag. Alleen het ding is, de superdag is er. Als in Portugal heeft net gespeeld, 3-0 gewonnen. Ronaldo twee keer, want natuurlijk Ronaldo. En Frankrijk speelt zo tegen Duitsland. Dus ik had zoiets van, oké, ik neem er tussendoor een beetje op, zodat ik wel het voetbal kan volgen. Maar mijn voornaamste gedachte was, niemand gaat op dinsdag kijken. Ook al hebben de jongens niet geüpload. De bankzitters op het bankzitterskanaal, dus dat verbaast me een beetje. Dus je zal zien dat ik het om 5 uur upload op woensdag en upload is eigenlijk om 5 uur. Wat logisch is. En dan, you know, we zien wel. Anyway, de promo die is begonnen, obviously Festival Football. Eriksen staat nog steeds op het scherm, want ja, hij is de objective speler. Het gaat beter met hem kennelijk, wat hartstikke nice is, laten we dat voorop stellen. Het enige wat ik wel wil zeggen, en ik weet niet hoe verstandig het is om dit te zeggen, maar laten we het toch zeggen. Want iemand moet het doen, en nog steeds niet heel verstandig misschien. We leven allemaal met Eriksen. Het was een vreselijk iets te zien. En ik dacht oprecht dat hij dood was. Toen het gebeurde dacht ik dat hij dood was. Gelukkig is het niet zo. Maar vervolgens onder video's commenten. Vooral onder een video zoals die van mij bijvoorbeeld. Die al 2 dagen geleden geüpload is. Of andere. Ik krijg de vibe dat dat puur voor de likes is. En daar ga ik heel slecht op. Dat wilde ik even zeggen. Dat gezegd hebben, ik vind dat gewoon heel vies. Maar, waar objectives. Hij is voorlopig nog de enige. Je hebt ook een 55k pack die je kan unlocken. Er is een mode waarin je 10 games kunt spelen met een squad bestaande uit spelers van één land. Of althans, full players from one. Oh ja, dus of Engels of Belgisch of Italiaans. Nou, Belgisch ga je niet doen waarschijnlijk. Dus Engels of Italiaans. Je hebt 10 wedstrijden daarvoor. En als je de 4 wint, nou, dan krijg je een rare mega pack. Leuk. Zelf nog niet gedaan. Wel wat dingen gedaan, vooral Wicked League. Wat ik ook heb gedaan, en dat is vooral omdat ik de mening wil geven. Kijk. Niet heel veel mensen in Nederland hebben nog een PS5 of een Xbox Series S, hoe dat ding ook heet. Dus ik dacht, ik doe eens mijn hele Wicked League op deze versie van de game en eens kijken hoe anders dat is. Gestopt bij goud 2, want dan heb je die garantie op een 91 plus team met season, wat je nog niet per se uitmaakt, maar het is wel gewoon een extra, weet je wel. Ik zei van, nou, dat stop ik er wel wat moeite in. Het voornaamste verschil, zo, mijn stem laat me in de steek, ik ben veel beter de afgelopen tijd, accepteren, maar... Het voornaamste verschil tussen de PS5 versie van de game, voor mijn ervaring natuurlijk, en de PS4 versie. De PS4 versie zijn de steekpasses beter. En de tackler werkt beter. En ik weet dat het ongeloofwaardig klinkt. En wat beter is op PS5 is left stick dribbling is fijner. En de animaties zijn beter, waardoor het allemaal wat prettiger loopt. En winnen in de 90ste minuut, waardoor je een aparte animatie krijgt, dat is heel cool. Alleen wat heel vreselijk is, is het tackelen. Je kan het net zo goed niet doen. En passing is wat ruk. Het was wel oké, overall. Teams verschilden niet heel erg. Maar we hebben een hele hoop SBC-content. Vooral vandaag op dinsdag is er een hele berg uitgekomen. We hebben Florenzi, die was er al even. Dit is een interessante. Want hij is gehuurd door PSG hij is gehuurd door Paris van Roma. Door de situatie met het EK, na 30 juni, gaat het toernooi natuurlijk nog door, maar per 30 juni... eindigt zijn contract met Paris. Wat betekent dat elke upgrade die zal gelden voor deze kaart, vanaf na 30 juni zal deze kaart veranderen in een AS Roma versie van de kaart. Dus wat ik daarmee bedoel te zeggen is, Italië heeft nu 1 keer gewonnen in de pool. En het kan zijn, het gaat waarschijnlijk niet gebeuren, maar het kan zijn dat ze de komende 2 wedstrijden gelijk spelen. Als Italië daardoor doorgaat en ze winnen 2 wedstrijden achter elkaar in de knock-out fase, dan heeft deze kaart dus 3 wins en dan wordt het een AS Roma CDM kaart. Dat is heel belangrijk om te onthouden. Ik ga hem zelf niet unlocken. Ondanks dat zowel de Paris als de Roma versie zeer interessant is voor mij. Ik heb al elk jaar eigenlijk volgens mij... Althans, elk jaar dat iedereen heeft gehad sinds FIFA 17 heb ik een special card van hem gehad. En op een gegeven moment is dat wel gewoon genoeg. Nou, er is meer. Je hebt een Uruguay Nation player. Dit is top. Voor de mensen die daar wat mee hebben. Kennelijk waren best wel mensen fan van zijn Rulebreaker kaart. De kaart heeft potentie, sure. Niet al te fijn aan de bal. En als die past, dan top. Maar niet echt mijn soort kaart. Nou, dan komen we bij de volgende. En dit is top. Heel veel Bundesliga fans vooral. Althans, veel Engels, Reddit vooral. Ik keek hier al een tijdje naar. Dat is ergens logisch natuurlijk. Hij is een legende toch wel in de Bundesliga. Het is een uitstekende kaart. 4-star weak foot, top. Al gaan heel veel mensen waarschijnlijk centerback zetten. Wat ik snap.
Ik respecteer het niet, maar ik snap het. Maar ik vind, het is ook dit, is een goede kaart. De squads zijn niet eens idioot. Het is een 84 squad zonder een team met season. En een 86 squad zonder een team met season. Het is super redelijk, vind ik. Ik bedoel, je hebt het met deze kaart over een totaalprijs van 222.000 coins. En dat is helemaal niet onredelijk. Nou, we hebben ook dinsdag content. Dit komt allemaal nog van maandag. Het is een beetje veel, maar goed, het hoort er allemaal bij. Dan gaan we door. Krijgen we eerst de Sweden Nation Players. Dit is het nieuwste. De groepsreward is een 45k pack. Dat is één ding, maar... Je hebt deze SBC voor Niklas Eliasson, een 84 squad, je ziet dit, bla bla bla. Prima kaart, leuk kaartje. Je kan hem niet zo checken, dus je moet even bij ingame en zo zijn eisen doen. Maar ik kan niet herkennen voor welke club die speelt. Het zal een League 1 ding zijn, I guess. Forsberg is er eentje. Dit is dus voor mij semi-interessante. Allereerst omdat het een goede aanvallende kaart is. Maar ten tweede, ik heb die Oostenrijker gelinkt. Hoe heet die vindt? Nou, Sabitzer. Dus die zou ik daarmee kunnen linken. De derde is Victor Lindelof. Nou, dit is een uitstekende kaart. Obviously kun je nu niet de in-game zien. Maar dit is een Team of the Year-achtige centerback kaart. Het is oprecht verrassend dat EA dit doet. Nou, het voornaamste wat mensen hierbij hopen op Twitter. Mensen waren niet zozeer negatief over dat dit komt pas zo laat. Het voornaamste wat mensen hoopten, en dit zag ik ook in Discord voorbij vliegen, is dat ze dit ook doen voor andere landen. Dus hopelijk... Kijk, ik ga dit niet voor elke groep doen. Dat zou te veel zijn. Maar hopelijk Nederland. Misschien Engeland. Gewoon de populaire landen. Ik kan het me voorstellen. Misschien dat dit dan als soort experiment dient. We kunnen het alleen maar hopen. Dan heb je wat standaard dingen. Je hebt ook... En die wil ik wel vooral doen. Naast een Prime of Moments upgrade. Wat... Je kan dit doen. Ik ga niemand tegenhouden die dit wil doen. Alleen het ding is ermee, de prijs ervan is 607.000 coins. Nou hoef je denk ik geen hooggeleerde te zijn om te snappen dat dat erg erg veel is. Je kan namelijk een Prime of Moments krijgen van Brazilië, Duitsland of Spanje. Dat klinkt leuk, de top is echt top. Zeg maar, het plafond ervoor ligt heel hoog. Alleen er zijn er zoveel hierbij die zo'n idiote verspilling zijn. Dat het voor mij niet echt te verantwoorden is. Nou, we hebben nog wel meer. Dit is voornamelijk waar ik voor kwam. De 85 plus player pick. Deze kwam ook vandaag uit op de dinsdag. De eisen zijn 84 squad met 40 cam. En die ga ik even doen en dan zie ik jullie zo. Right, dit ga ik inleveren. We droppen deze Angleri erin. Het moet toch allemaal geen reden, man. Het gaat vooral om die 85 plus player pick. Waar ik hopelijk iets goeds uit krijg. En het antwoord is... Ja, woe. Zo, dat redt hem. Zakaria. En dat is een uitstekende. Niet vanwege per se het EK. Zwitserland speelde zijn eerste wedstrijd geloof ik gelijk. Het was een 0-0 als het me goed bijstaat. Nee, het was 1-1. Het was een 1-1 tegen Wales. En tegen wie hun volgende wedstrijd is. Ik zeg het je eerlijk, ik ga nu kijken want ik heb verder geen idee. Eerst Italië en dan Turkije. Ik heb geen idee of ze het gaan halen. Maar goed, het is alsnog, nu al... Een uitstekende kaart. Heel veel mensen waren fan van zijn Road to the Final destijds. Dus dat is in ieder geval interessante content om te krijgen. Nou, wat betreft het team dat ik heb gebruikt. Gutsen vooral is natuurlijk want degene die ik heb getest. Allereerst wil ik zeggen dat doordat ik hem heb gebruikt. Max is fantastisch. Ik heb hem nu ook nog een paar rivalspot gedaan. Zodat rank 1 hebben en rewards hebben voor jullie en zo. Hij is fantastisch. Deze kaart. Hij is echt enorm goed. Viel me heel erg mee. Gutsen is echt, echt idioot goed. Veel beter dan zijn flashback kaart 2 jaar geleden. Wat logisch is, die kwam ook eerder in het jaar uit. Maar deze kaart als spits is fantastisch. Echt, echt mokertje goed. Het is het eerste weekend in tijd dat ik niet Del Piero heb gebruikt. Ik had Müller op cam, hem rechts en dan Guts op links. Fantastisch, absoluut geweldig. We gaan even kijken, though, want we hebben dus weer reden om het team een beetje om te gooien. Ik kan nu wel, moet ik zeggen. Nu heb ik wel iets meer een reden... Om die Pischer kaart te halen. Want ik kan het dan aan die rechterkant een beetje insluiten. Ik kan Zakaria gebruiken, Lacroix. Of juist aan de andere kant. En we maken het gewoon een Bundesliga dingetje. Ik bedoel, mijn team is toch al redelijk Bundesliga stacked. Als ik het zo start. Dus ik ben zo terug. Ik bedoel, kijk, als ik zou willen. Dan gooi je hier gewoon Roussillon. Hier dan Lacroix. Dan Zakaria zo. Dan rechtsback zo. Dan Sabitzer kunnen. Dan hem zo hier. Dan moet ik moet het iets anders doen. Loki wil ik wel gewoon Gutsen eigenlijk altijd in mijn team hebben. Komt er gewoon op neer, ik wil Gutsen gebruiken. En misschien dat we nog iets hiermee maken. Misschien dat we ook nog, maar dat hangt er vanaf wat EA besluit te doen. Toch wel
die Prime of Moments SBC doen. En de reden ik dat zeg is in principe wat ik dus net zei, en ik sta er volledig achter. Het is niet de coins waard waarschijnlijk. Maar het is meer van, ik heb nu nog die 964k. Mocht ik Piszczek halen, dan verdien ik ook nog eens coins aan het verkopen van Cuadrado. En ik heb nog Kimmich op dit moment. Dus het is meer zoiets van, content heb ik toch al. Ik zou zelfs Kimmich kunnen verkopen, maar het is meer van, ik heb niet echt heel erg veel Bundesliga ding meer achter de hand. Dus laten we daarmee niet altijd van stapel lopen. Maar we kunnen het team een beetje omgooien, een beetje een Bundesliga dingetje ervan maken. Als jullie dat willen, laat het dan vooral weten, dan kunnen we dat aanpassen. Als deze video dus 1000 likes haalt, dan heeft de volgende ook weer facecam. Mogelijk dus de rewards video. En dan zie ik jullie daarbij. Sorry als je facecam hinderlijk vindt, maar man van mijn woord. Joejoe.